Hey, hallo allemaal, welkom bij deze Druidspelavond van het spel Iron Guard. Ik heb het spel nog nooit gespeeld, dus ik ga er nu direct achter komen wat voor spel het is. Er is nog geen gamegeluid. Er zou een item room en een shop op iedere verdieping zijn, oké. Goed om te weten. Dat betekent niet dat ik direct weet wat het spel het is. Een scatterblaster, dus dat is een soort shotgun, denk ik. Primary fire, right mouse button, alternate fire, right mouse button, dash, left shift, switch weapon is 1, 2, 3 en mouse wheel. Map is M, oké, map. En er is hier één grote kamer direct achter. Two minions remaining. One minion remaining. Ooh, wow. Oh, Jesus. Ooh. A survival instinct. Okay. Ik heb geen idee wat ik daarmee kan doen, maar daar kom ik vanzelf wel achter. Ik wil weg hier. Jesus. Killed by bombot. Dus dat was waarschijnlijk een bom die op de grond lag en die heeft mij afgemaakt. Goed, dat was dus de doelspelavond. Nee, ik ga het nog een keer proberen. Waarschijnlijk probeer ik het 5 keer of zo, of 3 keer, dicht eraan. Oeh. Oh, hell yeah. Oké. Kamer 4. Oeh, shit. Oké, daar moet je echt eens eens van afrekenen. Anders dan blazen ze je poten eraf. Oh, oké. Kan dus, daar zit dus een of andere soort gang. Oké, kom op. Ja, kom op. Oeh. Ik kan trouwens een nieuwe perk pakken. Ja. Oké, niks nieuws voor de rest.
Ik kan hier doorheen en ik heb daar ook weer zo'n gang. Dus ik pak een 6-3 gang. Oh, sweet mother of hell. Oh. Ze zit in de kamer. Oké, ze kunnen dus hun eigen. Je kan dus hun shit die ze afvuren kapot maken. En daarmee uitschakelen. Maar kunnen ze ook op elkaar schieten en elkaar daarmee afmaken? Oké, links is de boss room. De kamer links, de kamer rechts. Rechts moeten hebben. Ja, sorry, maar ik heb geen geld. Ik heb $9. Als ik terugloop, kan ik zo meteen met die andere kamer naar rechts. Ah, dat zijn dus diegenen die ik. Dat zijn dus diegenen waarmee ik in die ene kamer toen het had opgeblazen. Ik probeer gewoon even allebei mijn muisknoppen gewoon effectief te blijven gebruiken. En ik denk dat als ik ze allebei gebruik, dat ik dan. Juist. Oké. Okay. Treasure! External movement effects. Daar ben ik nu gewoon immuun tegen. Als ik even doorloop op deze dalle gang, kan ik naar rechts en dan kom ik bij nog zo'n enorm lange gang. Die moet ik, daar moet ik gewoon onder de veranderingen staan en ze die meer afmaken. Dus ik ga zo'n beetje terug naar waar ik bijna vandaan kom. Oh shit, dash is ook wel fucking handig hoor. Slim bedacht, game. Ik moet er overheen, dus ik moet even gaan compleet af blijven vuren. Oeh. Hallo. Oeh, shite.
Oké, hier stopt inderdaad alweer. Oké, dan ga ik naar de boss room toe. Of nee, ik heb er 13. Dan kan ik niks meer doen. Dus nu door rechts links. Wacht, dit rechts heb ik al gehad. Wow. Wauw. Oké. Ik word er één keer. En deze keer ga ik wel proberen zo snel mogelijk bij de bos te komen en stuff. Maar het is op zich, het is echt geen. Het is echt geen slecht spel. Het is eigenlijk wel een heel leuk spel. Dus alleen je moet er ook een beetje een engel van krijgen. Wat is dit? Oh. Je zou dat handig kunnen noemen, inderdaad. Oh, dat is ook best handig. Ik weet niet eens hoe handig deze is. Ik moet gewoon naar deze kant hoor. Ik maak hem letterlijk gewoon in één keer af nu. Kijk eens aan, die kreeg jij nog. Mooi raketje. Oh fuck. Mijn afval was ook mis. Er is steeds de lava ingesprongen. Ah, dat zijn de laatste 5. Oh. Nou,
Nou, dit vind ik helemaal een geweldige. Nu hoef je niet meer te wachten met gooien. Ik kan er letterlijk gewoon door blijven gooien, holy shit. Zit het er? Yep. Oké. Okay. Ik heb geen druk te doen. In ieder geval, dit was echt gewoon een blast eigenlijk om te doen. Ik had het niet verwacht eigenlijk dat het spel zo leuk zou zijn. Misschien dat ik het nog een keertje op de stream ga doen, wie weet. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar Armengard. Dit was echt gewoon geweldig. Ik heb geen idee wat dit is. In ieder geval, goed tot de volgende keer.